bijvoorbeeld, toen zei je van dat je bij de derde, dat je gewoon dacht van, hey, dit is al niet meer goed? Nee, want de derde zou al niet meer zo zijn hoe we met z'n drieën waren. Die derde zouden we gewoon met z'n tweeën maken. Ik en die DJ. En, want die andere gasten hadden we ook al niet meer gezien, weet ik veel, bijna een jaar of zo. Weet je? Dus... Omdat, door die vertraging? Ja, ik weet niet, er gebeurden sowieso dingen waarvan ik het sowieso niet snap. Ik hoorde opeens niks meer, want als je de hele tijd met elkaar muziek aan het maken bent, je doet 500 gigs in een jaar, dan als je uit elkaar gaat, dan ga je niet bellen van, hey, laten we even een biertje drinken of zo. Dan heb je zoiets van, oké, ik ga time even chillen met mijn vrienden. Dan eventjes, ja, dan is het gewoon werk, weet je. En dus, toen was er geen werk, dus dan, ja, verslonste de relatie tussen ons. En ik hoorde niks meer, weet je. Dus ik had was je ook geen vrienden geworden? Daarvoor was ik eigenlijk meer vrienden dan dat je bij elkaar bent. Dat is het grappige eigenlijk. Daarvoor was ik cooler met de personen dan toen Postman opbloodde. Want toen ging het toch meer om het geld en het werd moeilijk, weet je, op een soort manier. Niet dat het om het geld ging bij iedereen, maar het geld kwam er ook bij, weet je. Dus iedereen ging meer daaraan denken en dat zijn vrouwtje. Mensen kregen kinderen. Dus werd het normale leven werd opeens 10 keer belangrijker dan de muziek. En dus heb je gewoon een hele poos niet gezien? Nee. En toen wilde ik gewoon de derde plaat gaan maken. En toen had Warner zoiets van, hey, of Warner niet, de A&R van die tijd. Zei toen van, nee, ik zie jullie als een soort Beatles, weet je. McCartney en Lennon, weet je. Die kennen niet, we moeten het fixen. En hij is toen gaan praten, toen hebben we het geprobeerd. Eigenlijk was de derde plaat. En toevallig heb ik hem zo genoemd ook, Era. Want het was gewoon het slot, weet je, op de tijd. Weet je. Het was ook zo'n tijd van, we gaan proberen, we gaan het doen. En het was niet geworden wat we eigenlijk ervan hadden verwacht. Maar dat wist je al tijdens de opnames? Ja. En waarom wel afgemaakt? Omdat ik ook gewoon een contract had, toch? Oké. Okay. Mijn naam stond op het contract. Nee, maar, ja. Okay, nee, maar ik bedoel, je had het zo ook kunnen, want je zegt van, nou, dit voelt niet goed meer. En, omdat ik niet zo'n persoon ben eigenlijk. Oké. Okay. Ik ben eigenlijk meer van, ja, ik probeer het en ik deal met de situatie hoe die komt. En ik had wel hoops van, misschien kunnen we nog wat doen. We moeten sowieso verder, weet je. Want ik had niet gedacht eigenlijk van, ja, we gaan nu stoppen. En misschien was dit weer een LP. De manager van mij, een vriend van mij, zei vroeger ook tegen me van, toen ik Era had gemaakt, of Revival had gemaakt, tweede LP, zei hij ook van, misschien gaat het pas weer over 5 jaar blowen, man. Ik weet niet, soms gaat het gewoon zo, weet je. En dus ik had bij mezelf ook zoiets van, dit is misschien weer een fase waar je doorheen moet. Ja. Vooral als je al een tijdje lang in de down loopt, weet je. Als je al down bent, laten we zeggen, een tijdje. Dat je al niet soort, geen echte sparks hebt gehad van, hé, dat gaat goed, man. Ik had dus eigenlijk gewoon al 2,5 jaar slecht nieuws, weet je. Dus ik had zoiets van, ja, dit kan er ook nog wel bij, weet je. Het zal wel zo moeten zijn. Dus ik had een lange tijd al geen karma echte... een beetje, gevoel. Ja, ja, op zo'n manier van, het, ja, je weet toch, het is meant to be, weet je. Ja, ja, ja. En nu zie ik ook zo dat het meant to be was, weet je, dat die LP zo gemaakt moest worden, omdat we misschien nog steeds aan het struggelen waren nu, weet je, met z'n drieën. En hoe is dat toen op een gegeven moment, Era verscheen in 2003, ja. Deze plaat is nu, dus 2006 zeg maar, wat is er bijvoorbeeld dan daarna gebeurd, begin daarna, ik bedoel... We hebben een toertje gedaan, een akoestische tour met Anouk in 2004, vanaf september of zo tot oktober. Een paar zalen gespeeld. En dat ging in feite goed, weet je. We hadden echt een hele nette show. Echt een van de beste shows die we ooit hebben gespeeld. Helemaal keurig, netjes, alles cool. Alleen qua emoties was het nog zo van, weet je. Het zat nog niet echt zo van, ja, we zitten in een vibe of zo. Het was niet echt super gezellig of zo. Dus we hadden zoiets van, nou, oké, misschien trekken we die vibe van de tour door en we gaan gelijk wat opnemen. En na die opname is het eigenlijk een beetje gestopt. Tijdens die opname, we zijn in een hotel gaan zitten in Limburg. Had ik een hotel gehuurd. Drummers mee en gitaren mee en zo. Maar we kregen... Het was gewoon creatief op met elkaar, weet je. Dus op een gegeven moment merk je gewoon van, er is geen chemistry meer. Noem er komt niks voorbeeld, meer uit. Zeg maar, bijvoorbeeld. Maar je gaat aan een nummer zitten en je bent gewoon 10 uur bezig om een stukje te verzinnen, weet je. En dat is niet hoe ik werk, weet je. Ik werk gewoon van à la minuut en vooral... Soms schrijf ik nog ineens de woorden op, weet je. Want dan ben je zo in de inspiratie dat je gewoon dingen begint, spontaan begint te zingen, weet je. En na verloop van tijd, weet ik veel, niet langer dan 2 uur wil ik aan een stuk zitten of zo, weet je. Maar het heeft dan denk ik ook vooral wel te maken met wat je al zei, met dat persoonlijke goede gevoel. Ja. Want je moet je openstellen gewoon. Ja, ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen mindset al had opgemaakt van, ik zie het zo, hier wil ik naartoe.
gaat het via dit gebeuren of niet, weet je.